Kinderen die willen graag eh, al vroeger naar de stad, hè, uit het dorp richting de grote stad, de grote wereld in, zou ik maar zeggen. Dat is één. Nou, een andere reden is natuurlijk dat eh, het dorpse karakter voor, voor veel kinderen ook een beetje beklemmend misschien is. De school heeft hierdoor sinds een aantal jaren te maken met een flink dalend aantal leerlingen. Hierdoor kan de kwaliteit van het onderwijs niet meer gewaarborgd worden. Dat betekent dat de leerlingen niet meer genoeg vakken kunnen kiezen, dat de klassen te klein worden om nog goed onderwijs te kunnen geven en dat de leraren zich niet kunnen verbinden met de school, omdat ze even een les komen geven en dan moeten ze weer naar een andere school toe om een andere les te geven. Door de sluiting van het Bonaventura College in Roulevarensveen is er in de gemeente kagen straks geen enkele middelbare school meer. Het is natuurlijk fijn als je voorzieningen hebt binnen je eigen gemeentegrenzen. Maar tegelijk moet je ook constateren dat er steeds minder kinderen en ouders kozen voor die school. Kunt u daar als gemeente dan echt helemaal niks aan doen? Nee, wij kunnen daar, wij kunnen daar niks aan doen. Uiteindelijk is het het, het, het het veranderende consumptiegedrag van inwoners die ervoor zorgt dat winkels verdwijnen, dat er andere voorzieningen voor terugkomen. Na de zomer worden de leerlingen en docenten overgeplaatst naar andere scholen in de regio. De leerlingen die TL hebben gedaan, oftewel de MAVO, die kunnen hun onderwijs afmaken in Leiderdorp, op een van onze scholen daar. En in Leiden kunnen de leerlingen met een HAVO-VWO-opleiding hun school ook afmaken. En ze kunnen dan als klas volgend jaar bij elkaar blijven. En voor de docenten betekent het, school heeft heel veel scholen en dat betekent dat voor alle leraren een plekje is en ze ook gewoon weer aan het werk kunnen blijven.